En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 14 juli. Aan het begin van de avond komen er verspreid enkele lichte tot matige buien voor. Deze verplaatsten zich, naarmate de avond vordert, geleidelijk naar het zuiden van het land. Tijdens de avond- en nachtelijke uren zullen er plaatselijk lichte tot soms matige buien voorkomen, voornamelijk in centraal Suriname. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen, vrijdag 14 juli, tijdens de morgenuren, zal het lokaal tijdelijk bewolkt zijn met zonnige perioden. In de middag komen er lokaal lichte tot matige buien voor, die soms gepaard gaan met onweer en of windstoten. Enkele kortstondig zware onweersbuien zijn niet uitgesloten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen 14 juli in de middag plaatselijke matige tot kortstondige zware onweersbuien voorkomen, die eventueel gepaard gaan met windstoten.